vliegtuig. Is het leuker. Maar hang maar weer even terug. Ik verlies je slip. Ja, jullie poppenkast is heel leuk. Nu al niet mee te eten. Doe maar bruin. Eigen smaak. Vind je die leuk? Een tasje zoeken. Ja, die wil. Ja, eigen. Ontspannend aan. Bij Luan. Meester weer naar groep 1. Je kan het. Tic-tac. Grote broer. Ja, daar ook een bureautje. Luxie komt hier al. De vakantie is voorbij. En mam, als jij... En ondertussen zijn de kinderen te knutselen. Ik zit zo te denken. Van de groene vrouw. Klaar. Een hele goeie... Morgen! Welkom weer in deze nieuwe... Vlog. Wij zijn de... Bellinga's familievloggers. En het is vandaag vrijdagochtend. Kinderen zitten lekker aan het ontbijt. En het is eigenlijk het laatste weekend wat we nu ingaan. Voordat de zomervakantie voorbij is. Dan begint het normale ritme weer. Het schoolritme begint weer. Maar voordat we weer naar school gaan, gaan we eerst nog genieten natuurlijk van deze dag en van het weekend. En vandaag gaan we iets heel leuks doen. Want we gaan vandaag weer een back to school shopping video voor jullie maken. Waarin we jullie meenemen. Waarin we met de kinderen naar de... naar het dorp gaan en dan gaan we even kijken voor een nieuwe rugtas. Wellicht een nieuwe broodtrommels. Vulpen, want Lucilla gaat natuurlijk ook heel mooi leren schrijven. Ja. Lucilla gaat naar groep 3. Luan gaat naar groep 5. En die krijgt huiswerk mee. Dus dat is wat vandaag een beetje op de planning staat. Dus kijk vandaag weer gezellig. Met ons mee. Wij hebben de jassen aan, want ik ga met de kids erop uit. Daniel die blijft thuis, want die moet nog wat werkdingetjes doen. E-mails beantwoorden. Ja, telefoontjes. Telefoontjes plegen. Dan heeft hij even lekker de rust in huis. Het is inmiddels weer een beetje een traditie geworden om te gaan shoppen voor de back to school, zoals ze dat dan noemen. Ik deed het vroeger ook altijd met mijn moeder en met mijn zus. Ik kan me nog herinneren. Ik ben benieuwd of jullie dat een beetje herkennen. Net voordat de vakantie... is afgelopen dat je nog even lekker de winkeltjes ingaat om allemaal dingetjes te halen voor je nieuwe schooljaar. Dus dat ga ik nu lekker met de kinderen doen. Ik neem ze mee. Ik neem wel alleen deze kleinere camera even mee voor onderweg. Die. Dan, ik ga met de vier kinderen er weer op uit. Dat is altijd weer een hele onderneming. En ik wil daarna nog even de boodschappen doen. Dus even kijken hoe ver het me allemaal gaat lukken. Ik heb Luusjes goed gevoed. Schone luier aangedaan. Kinderen gaan mee. Tassen mee. Dus op naar het centrum. Wij zijn er klaar voor. Luusjes gaat ook lekker mee met de kinderwagen. Ja. Ik moet zeggen dat het altijd wel weer een hele onderneming is. Met de vier kinderen erop uitgaan. Oh, is papa nog. Nou, hij filmt nog even met de grote camera. Zoals jullie daar zien. Doei papa. Maar ik ga lekker vroeg, waardoor het nog rustig is, hopelijk in de stad of in het dorp eigenlijk. En we even lekker kunnen shoppen voor onze back to school shopping gebeuren. Oh ja, en als we thuis komen natuurlijk ook even een shoplogje natuurlijk. Maar eerst even de kinderwagen inladen en alle kinderen in de auto zitten. Dag papa, tot straks. Nou, daar gaan we jongens. Inmiddels zijn wij gearriveerd in het centrum. En gaan we als eerst even kijken bij de Hema. Want de Hema heeft altijd wel leuke back-to-school dingetjes. Dus dan gaan we daar eens eventjes leuk beginnen. Volgens mij kunnen we daar al heel eind slagen. En het miezet een beetje. Kijk naar mijn bril. Maar goed. Een babytje. Ja, wat zeg je daar? Nou, ik zeg een moederhond met een babytje. Een babyhondje, hè? Ja, ja, net als ons babytje. Lijkt wel een beetje op ons babytje. Kijk, het ligt daar. Lekker te kijken. Ze speen half uit zijn mond. Nou ja, we gaan in ieder geval hier eerst naar de Hema. Goed zo. Luc heeft een spuitje gedaan. Gaan we iedereen een eigen mandje? Ja, pak maar een mandje. Oké. Okay. Ja, toppie. Kijk, handen. Ja, dat staat op het bordje. Luc zie je. Heel goed, Luc. Nou, kom. Daar gaan we. Wat zie je? Oh, hier liggen meteen de schoolspullen. Je hebt het goed gezien, we lopen er zo langs. Ja, inderdaad. Hier staan de bekers. En deze pennen. Dus oh, hier zijn alle, kijk, back to school dingen. Dan kun je ook deze dingetje doen en dan gaat hij eraf. Oh ja. Oh, dan kun je iemand mee laten schikken. Oh ja, die zijn wel grappig, ja. Zullen we die doen? Bring je iets wie? Ja, dat is een leuke. Okay. Je kunt hier ook even kijken of die doet, zie je dat? Er zijn allemaal dingen geschreven. Ik moet wel even, moet het wel doen. Deze paarse. Ja, de paarse. Of die het doet. Wat doe je? Oh. Hm? Nee. Nee, even goed kijken. Zie deze. Oh, dit is een dopper. Goed dat je het hebt getest. Ook. Doet hij het? Ja, die doet het. Ja? Ja, die doet het. Nou, neem je die mee. Maar ik doe die pen. Ja, kijk, die moet je erop zetten. Ik kijk eerst even naar de beker.
Ja, Luma gaat bij de bekers kijken. Luxie heeft een paarse. Ja. Luxie mag ook, hè? Echte. Lunchbox. Vind je die stoer? Die vind ik wel mooi. Ja. Daar past ook een bij passende beker bij. Zie je dat? Deze. Oh, die is ook leuk, ja. Oh, allemaal leuke dingetjes. Deze. Ja, je hebt deze, maar je kunt ook deze doen. Heb je hetzelfde als Luan? Die? Maar ik zo, en dan op het knopje drukken. Nee, mama, die. De flamingo. De flamingo? Ja. Oh, nou. Kijk eens. En dan heb je de flamingo. En deze, die past er wel weer mooi bij. Ja, die. Want die was ook kapot. Flamingo. Doe ik ze voor ook Je ook die flamingo beker? Nou, we doen twee bekers, want we hebben altijd twee bekers mee naar school. Ja, voor het fruitje en voor de grote lunch, zeg maar. Dat ik gewoon deze simpele... Twee dezelfde, maar je kunt ook een grote en een kleine doen, hè? En je hebt hier ook die zilveren. Ja. Oh, dus misschien, vind jij misschien ook wel stoer. Luan die wil iets stoerder dan... Och, je hebt het ook meteen niet. Ja. Goed zo. Luxie, kom je liefie? Kom maar, je moet de pen wel binnenlaten, dus gaat de alarm af. Top. Ja, dat is ook handig. Nou, dan denk ik, kijk. En wat is dit dan? Oh, dat is een koel. Een koeltas. Dat is ook handig. Mama, die wil je. Een koeltas voor haar. Mama, ja? Die? Deze is heel leuk. Met de tie-dye. Ja? Dat is echt iets voor jou. Ja? Ja, want Lucilla die wil ook op haar kamer een eigen bureauplekje creëren. Ja. En ze had nog geen mooi iets. Ik kan ook een make-up tafel doen. Ja, bij je make-up tafeltje kun je dat doen. Dat klopt. Mama. Leuk. Oh, leuk dat tie-dye. Ja. Heel leuk. Kijk, deze boek. Een heel leuk boek dit. Moet je wel heel voorzichtig, heel zuinig mee zijn. En hier kan je dingetjes inschrijven. Als je dingetjes hebt geleerd op school. Ja, dat kan. Nou, ik moet even mijn bril schoonmaken. Dus ik heb allemaal druppeltjes op mijn bril. Nu wil ik even deze pen laten zien. Zo erop. En zo. En dan, ja. En deze zikker. Ja, wat heb je gezien, Sil? Deze, die is ook heel leuk. Maar dan moet je er wel eentje terugleggen. Want ik wil niet dat je twee van die boeken... Oh, die had je al teruggelegd. Toppie. Oké. Okay. Deze vind ik wel mooi. Nu nog even schriftjes. En dit zijn een beetje de stoere hoek. Dit zijn, Nee, zet die maar even terug, schatje. Die is voor grote kindjes. Zet die maar terug. Zijn het agenda's? Nee, dit zijn gewoon mooie boekjes om in te schrijven. Maar dan moet je wel heel zuinig op zijn, zo'n grote. De sleutelhanger voor je fiets, maar die hoef je niet, die heb je al. Oh. Dit is ook mooi, dit zijn notepads. Oh, AirPods. Ja, maar die heb je nog niet, dus die maar weer terug. Wat is een AirPods? Heel kleine pennetjes. Een klein rekenmachine. Ja, en wat is dit dan? Sokken. Waarom moet je sokken hebben dan? Lucilla heeft de tassen gevonden. Oh ja, het zijn wel grote tassen. Ja. Zie je dat? Deze is niet zo mooi deze? Nee, ze zijn erg groot voor Lucilla. Lucilla heeft natuurlijk nog geen boeken en zo. Dus dan kijken we nog even verder voor jou, goed? Wat zijn dit toch voor pennen? Geen idee. Er is wel zo'n handvaatje bij. Ja. Maar easy's. Easy nog wat. Misschien wel wat om uit te proberen. Kan je netjes leren schrijven, denk ik. Goed voor je hand. Oh, dit is voor links. Oh, je hebt ook voor als je links bent. Je bent niet links. Doe maar terug, dat is voor links. Wat ik ook nog leuk vind, zijn deze leuke pakketjes die ik leuk kan doen met Luxie. Want Luxie gaat natuurlijk niet echt naar school, maar ik kan wel met haar een soort van peuterschool doen. Dat is ook met allemaal leuke knutseldingetjes. Ik denk, waar is Luxie nou? Maar ze komt hier aangelopen. Liefje, wat heb je gedaan? Ik zit een beetje in zitten. Hé, heb je allemaal kleertjes uitgezocht? Wauw. Maar het is niet allemaal de goede maat. Hé, dat is heel mooi van jou. Of was het voor Lucius? Ja, lief hoor. Heel lief. Maar hang maar weer even terug, goed? Dat past hier nog niet. Ja, die zijn ook handig. Altijd handig, die kleine dingetjes. Ja, ze mogen voor mij ook altijd een etuietje vullen met alle benodigdheden erin, zeg maar. Zodat ze thuis, vooral ook voor Luan, die best wel wat huiswerk nu gaat krijgen in groep 5... ook gewoon zijn eigen bureau met alle dingetjes heeft. En ook in school hebben ze zo'n laadje waar ze natuurlijk al hun dingetjes in hebben, hun etui. En Lucilla krijgt dat volgens mij ook al wel. Tenminste, dat was wel op de vorige school, dat ze een eigen etuietje in hun laadje mogen leggen. Maar ook op haar eigen kamer wil ze een plekje hebben waar ze haar schooldingetjes kan neerleggen. En ze ook al... Kijk dan. Die zijn wel heel leuk. Zijn
en paard en mama. Ja, die zijn leuk als Luusje straks kan kijken. Die vind ik voor Luusjes leuk, Priscilla. Die vind ik echt leuk voor Luusjes. Goed, mama? Zullen we die voor hem doen? Had je nog geen pen dan? Nee, die had ik. Nee, ik wil dat jullie één pen uitzoeken, goed? Ja. Ik ook. Je had al een pen, toch? Die met dat pomdingetje. Die had jij. Kijk, dit soort dingetjes zijn allemaal heel leuk voor Luxie. Kijk, Luxie, dat zijn strijkkralen. Ik ga een taart maken. Een gouden machine. Oh, maar dat is wel handig, want laatst had ik geen niet-machine. Dus het is wel een mooie. Ja? Ja. Maar die moeten jullie wel samen delen. Ja, okay. Eén niet-machine voor allemaal. Ja, doe er maar in. Nou, die ook dus. Nou, ik wou dus zeggen, deze strijkkralen. Dit is een strijktaart. Heel grappig. Het zijn dus meerdere kralen op elkaar. Lijkt me wel heel erg leuk om dat met Luxie te doen. Kijk, en dit werkt ook altijd heel goed om te knutselen. Ja, ik neem ook gewoon allemaal knutseldingetjes mee, jongens. Want dan heb ik ook weer wat luxe te knutselen. Weet je waar dit altijd voor is? Dit is om een nietjes eruit te halen. Als je het verkeerd hebt gedaan. Oh. Maar ik vind die gevaarlijk voor jullie, dus die mag je terugleggen. En hier heb je ook vilt, maar ik weet niet zo goed wat ik met vilt moet doen. Oh ja, en dit, een groot schetsboek. Die wil ik ook weer meenemen. Een gekleurd papier. Ja, ja. Ja? Ja, die neem ik ook maar mee. Nou, meteen ook even knutseldingen meegenomen, jongens. Nou, wat vind je van de mini-niet-machine maand? Kijk, we vinden hier nou iets grappigs. Dit is echt wel een beetje voor Luan nu. Maar ik snap dit is een maand. Ja. Maand. 1, 2, 3 van de maand. Bijvoorbeeld, het is nu augustus. Dan schrijf je augustus. En dan 1 augustus, 2 augustus, 3 augustus. Dan kun je een planning maken. En dan kun je maken. Erop zetten. Ja. Maar je kunt het ook van een week doen. Je hebt ook een week. Tussen de... Misschien is week nog even iets makkelijker voor jou. Vind je week leuk om te doen? Maar ik vind Engels niet zo leuk, altijd. Ja, maar het is Engels, schatje. Het is Engels, maar dan kun je meteen Engels leren. Het is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Maar mam, wat moet je dan opschrijven? Week. Derde week? Ja, weken hebben allemaal nummers, dat klopt. Dat weet je nog niet, maar nee. Je hebt de eerste week. Deze week ik wel, augustus, januari. Ja, nou ja, dan doe je die. Ja. Dan doe je die. Ja, liefie. Oh, hebben jullie handpopjes? Zijn jullie poppenkast aan het spelen? Met de handpopjes. Jullie wel genoeg knuffeltjes, hè? Dus die hebben jullie niet nodig. Leg die maar weer terug. Wat is dit? We hebben hier iets heel grappigs gevonden. Squeezies. Dit zijn squeezies om een beetje ontspannen te worden op school. Oh, vind ik wel een goeie. Ik heb er eentje mee. Dan kun je in knijpen. En dan gaat hij dus... voelt heel lekker dit. Voelt echt heel lekker. Maar leuk in een knuffelvorm. Dat heb ik nog nooit gezien. Ja, mogen we? Ja, die mag je wel meenemen. Dat vind ik wel een leuke. Nou, ze mogen ook nog een outfitje uitzoeken. Lucilla heeft een keertje geen roze. En wat is Luxie? Maar groen. Luxie is 9804. Zie ik er al tussen hangen, in het midden. Even kijken. Ja, en die voor Luxie. En dan hebben we deze met lange mouwen erbij. Voor de bovenin. En moet er alleen nog even een leggingtje hebben nog. Oh, Luxie heeft hier een zonnebril. Hij is heel leuk, liefie. Maar hang die maar weer terug. Goh, wat zuchtje. Nou, we zijn ook nog even in een schoenwinkel aan het kijken. We hebben een heel leuk schoentje gezien voor Luxie. Voor goede voetbedschoentjes, hè? Mama, nee, niet, deze. Dat is een andere maat. Ach, maar deze. Even kijken, hoor. Oh, is een leuk luxe. Kunnen we zo even de andere bijvragen? Ik ga deze even passen. Er is maar eentje van die vriend. Moeten we zo even de andere vragen. Goed. Nou, ik ga deze passen. Ja, ga maar passen. Heel pijn. Is die pijn? Nou. Luan, die meet even de maat op. Kijk, Luxie heeft, als ze zo staat, 23. Dus eigenlijk dan... Nee, die moet rechtop staan, liefie. Rechtop staan. Kijk. 23, en een maatje groter, 24. Dus maatje 24 is voor Luxie. Mama, kijk, zie je, die is veel te groot. Ja, die vond mama leuk, maar die vond Lucilla... Kom eens, die is iets te klein voor jou, hè? Misschien hebben ze deze nog wel een maat groter. Ik vond het zo'n leuk laarsje, deze. Mama, kijk. Dat is ook, ja, wit is wel heel besmettelijk. Maar goed, misschien kan je wel makkelijk... Ja, snel vies bedoel je ermee. niet besmettelijk van corona besmettelijk. Maar besmettelijk dat het snel vies wordt. Maar, ja, misschien staat hij daar tussen. Oh nee, dat zijn andere maten. Oh, misschien voor Luxie die witte. Pak eens die witte. Ja, die. Eens even kijken. Kijk of Luxie deze past. Die is ook wel leuk. Heel leuk, Lux. Kom eens bij mama. Kom eens mama lopen. Zit hij lekker? Ja. Ja? Dat is wel een leuk laarsje. Luxie heeft twee verschillende maten aangedaan. Mooi, liefie.
Die zijn wel leuk, hè? Ze heeft alleen nou twee rechters aan. En deze heb ik ook nog in jouw maat gevonden. Kun je die nog even passen? Die is één groter. Ja, die is te groot, dat weet ik, liefje. Luan, wat heb jij nou aangedaan? Passokjes. Hoe kom je daar nou aan? Ja, die kun je gratis krijgen. Ja, maar liefie, dat is voor vrouwen. Voor in open schoenen. Dat is niet voor... Oh, jij denkt dat het zijn passokjes om de schoenen niet vies te maken? Ja. Nee, dat zijn pantykousjes. Voor in open schoenen. Oh, maar ik vind het wel lekker voor op de schoenen. Ja, het is wel lekker, ja. 32, Lu. 32 is jouw maat. 32. Ja. Even kijken, dit is... Maat 29 heeft Lucilla. Ja, deze? Lucilla heeft er nog één gezien. Of deze. Wel heel erg leuk. Maar deze is ook... Met vlindertjes erop, hè? Ja, dat is geen vlinder. Pas maar even. Dit zijn vlinders. Zie je die? Ja, met lampjes eronder. Ja, Luxie, die is ook heel mooi. Maar het is een beetje te koud voor in de herfst, hè? Dit zijn echt hele leuke pantoffeltjes, schoentjes voor Lucius. Leuk, hè? Wat vind je een leuke kleur? Bruin? Bruin. Blauw ik vind of zwart? Deze blauw wel leuk. Ja? Ja. Ik vind bruin ook wel leuk, hoor. Bruin? Is wat lichter, hè? Ja, ja, daar heb ik gelijk. Ja, nou, doe maar bruin. En ze kan zelf de veters trekken. Even heel goed. Heb je ook een schoen gevonden? Oh, Luxie heeft ook een schoen gevonden. Die is wel heel leuk met de unicorn. Moet hij dicht? Ja. Oké, moet je voet recht doen? Ho. Alsjeblieft. Zit hij goed? Ja. Hoe vind je die? Mooi. Zit hij goed? Ja. Kun je daar misschien zo wel even een andere bij vragen? Hm? En jij? Groot. Wat heb jij gevonden, Luan? Vind jij dit leuk, Lu? Oh. Ik kwam met zoiets aan. Maar toen heeft hij hem uitgetrokken. En toen heeft hij die aangedaan. Bijna tiener, hè? Mooi. Eigen smaak. Vind jij hem mooi? Ja, ik vind hem leuk, ja. Het is wel iets anders dan wat mama had uitgezocht, maar... Ik vind het heel veel rood. Het is wel rood, ja. Lopen ze ook goed allebei? Ja. Ja? Draag. Nog één keer check in de spiegel. Okay. Hier. Kijken. Check. Ja? Vind je die leuk? Ja. Nemen we die ook voor Luxie mee, goed? Ja. Top. Nou, geslaagd. Ja, dat mag. Maar... Moet je zo meteen even betalen. Maar doe je ouwe in de doos. Maar buiten zit wel een beetje vies. Ja. Dus ik ga die andere weer aandoen. De ouwe weer aandoen? Ja. Nou, dat is verstandig. Hou je deze nog schoon voor je nieuwe schooldag. Ja. Goed? Nou, top. Andere schoenen aan en betalen. Ja, en een ballon. En mag je een ballon uitzoeken, ja. En dit is wat Luan aan heeft. Wat vind je ervan, jongen? Moet even goed heen en weer lopen. Het is wel rood, hè, jongen? Oh, staat het niet? Ja, nou ja. Nee, ik bedoel, het is opvallend. Ja. Maar daar hou je wel van, hè? Een beetje opvallend. Jij mag ook een ballon. Ja, ja, maar je moet eerst even goed kijken. Doe eens even goed springen. Zit de maat ook goed? Ja, ja? 33. Ja, maar dan kan ik daar nog... Wat een goeie. Doe het eens goed lopen dan. Doe maar even een rondje door de winkel. Een rondje door de winkel. Een rondje door de winkel. Ja, niet uit de winkel, hè? Nee. Niet stiekem wegrennen, hè? Maar we moeten nog betalen. Ja, top. Dan neem Luan die mee en dan doen we deze nog voor Lucius meenemen. Hebben ze allemaal nieuwe schoenen. En een ballon. Ja, en een ballon erbij. Ja. Zo, en nou gaan we nog even kijken voor een schooltas. Nee, hier, dit winkeltje. Volgens mij is dit een tassenwinkeltje. Ja. Kijk, hier mama, hebben we de schooltassen gevonden. Nou, wat vind je een mooie tas? Hm? Deze zijn iets te klein, daar passen al jouw broodtrommels niet in. Dit zijn wel mooie formaatjes. Mama, die. Hm? Die? Vind je dit een mooie? Ik heb jij niet. Ja? Ja? Vind je die leuk? Nou, we gaan hier even een tasje zoeken. Kijk, Lu, deze vind jij vast mooi. Huh? Ja, die wil ik. Nee, zoek eens een leuke stoere jongenstas uit, kerel. Die hangt best wel wat tussen, volgens mij. Nou, we gaan even wat zoeken. Oh, dit is leuk. Met haaitjes erop. Luxie, heb je ook wat gevonden? Ja. Luxie heeft ook een tasje gevonden, hè? Ah, Luxie, ook een tasje. Ja. Ja, mama moet hem eerst even betalen, liefie. Ja? En Lucilla vindt die mooi, hè? Mama, hier een kaartje in. Ja, er zit een kaartje in. Ja, heb je wat gevonden, jongen? Ja, deze zit er mooi in. Vind je deze mooi? Luxie. Met meerdere zakjes. Kun je al je huiswerk meenemen. Ja, een zak voor mijn eten. Ja. En een zak voor mijn huiswerk. Voor je huiswerk. Mama, ja. Nou. Het is heel handig. Kans, kijk. Ja. Ja, deze wordt hem. Ja? Nou, jij die? Oh ja. Ja, dit is ook super handig. Oh, dit was weer. Nou, we gaan naar de kassa, kinderen. En mijn batterij die is leeg. Dus we zien jullie
thuis. Ja. En inmiddels zijn we lekker thuis en hebben de kinderen hun allereerste schooloutfit aangedaan. En hun schooltas ingepakt. En die willen ze zometeen heel graag aan jullie laten zien. Maar hier zitten ze. En dit zijn de back to school outfits. Ja, nou, doe eens een rondje, jongens. Ja. Doe eens een rondje. Nou, Lucilla heeft een rokje. En je kunt er nog een legging onder aandoen. We hebben dat nu even niet gedaan. Maar dat kan wel als het wat kouder is. Met het leuke ribbelrokje. Kijk, zo'n ribbelrokje. Ja. Ja, kun je een rondje draaien. Ja. Met hun nieuwe schoenen die ze allebei aan hebben. Superleuke schoentjes eronder. Het zijn trouwens goede schoenen met een goed voetbed en helemaal leer ook. Dus ze kunnen de voetjes ook weer goed in groeien. Ze hadden een maatje groter nodig, vandaar. Ja, liefie. En een rondje draaien. Oh, de split. Ja, Luxie laat even de split zien. Maar dat is een iets te verre split, schatje. Ja. Ja, Lucilla even een rondje. Tadaa. Dat is Lucilla. En Luan, ja, die heeft ook zijn stoere outfit aan. Ja. Met een lekkere groene trui erboven. En natuurlijk zijn grote aanwinst. Zijn eigen stoere nieuwe schoenen. Ja. Die nog een beetje kraken. Die kraken nog een beetje. Oh ja, en de tassen. Dit zijn de tassen. Luxie heeft een tas die je kan je veranderen. Kijk, het wordt een unicorn. En een zeemermin. En die is van Luxie. Ja, deze is van Lucilla. Die heeft een hele mooie roze met een mooi pluimpje voor, een hartje. Ik heb een koelding. En ja, die mag je zo laten zien. Goed, want ze hebben hem al helemaal gevuld. En Luan, die heeft een stoere legergroene tas uitgezocht. En weer een maat groter, want Luan moet straks ook echt schoolspullen meenemen. En heeft hij deze uitgezocht. En nou ben ik heel benieuwd wat jullie er allemaal in hebben zitten. Zullen we aan de tafel gaan zitten? Ja. Kijk, kunnen we hier even alles lekker uitpakken. Ja. En we zitten lekker aan tafel. De tassen zijn ingepakt met alle schoolspulletjes. En wie wil er als eerste tas uitpakken? Ik ga! Luxie. Nou, Lux, vertel. Wat zit er allemaal in? Eerst moet hij even open. Het ritje. Ja. En wat komt eruit? Dat zijn... Wat zijn dat? Tenny. Dat zijn stempeltjes. En een beker voor je limonade. En potloodjes. En je mooie pen. Nee. Met je bolletje erop. Oeh, goed zo. Ik kan ze wegschieten. Wat zit er nog meer in? Een aapje. En hoe heet de aap? Oeh-a-a heet de aap. En mijn boek. En een boek. Oh, jouw aapjesboek. Ja. Mooi, liefie. En weer in de tas doen. En alles weer in de tas doen. Hartstikke goed. Ja. Nou, en nu is Lucilla aan de beurt. Okay. Wat zit er allemaal in? Kijk, dan ga ik deze even openmaken. Ja. Kijk, dit is een cool tas. Heel handig. Een cool element gebeuren zit er in het voorvak. Fruitbakjes en een fruitbeker. Fruit en een drinkbeker. Dat zit daar, want dan kan het lekker koud blijven. Dan blijft het lekker koud, dat is super handig. En, deze is heel vol. Maar kijk, deze als je dan, ik weet niet waar het voor is, maar het is wel heel vol. Het is wel heel vol. Ik weet niet waar het voor is, maar wel heel grappig. Als je dan even wilt ontspannen, dan kan je even in dat balletje knijpen. Want dit is heel grappig. Het voelt heel ontspannend aan, zeg maar. Daarvoor is het. We hebben iets. Kijk, en hier zitten allemaal... Kijk, bijvoorbeeld pennen. Ja, dat zijn... Kijk, dit zijn schrijfpennen. Gewoon blauwe balpennen. En dit zijn... Glitterstiften met glittertjes erin. Glitterstiften. Ze heeft trouwens ook voor dit etui gekozen. Die heeft ze later nog omgeruild. Hè? Want die vond ze toch nog mooier dan die eerste die ze had. Potloden. Potloden mee te schrijven. Dan kun je leren schrijven. Deze lijm. Een lijmpje erbij. Deze puntenslijper. Puntenslijper erbij. Een snaar.
schaartje. En gum. En zo'n pen, dat is luxe. En weer zo'n springpen. Ja. Zo, ga ik die weer maken. Op het bolletje. Zo. Ik wil deze maken. En ja. Dan ga ik weer alles weer in. Nu gaan we straks even uit de verpakking halen. Deze staat gewoon los. Ja, dat mag ik gewoon los doen hoor. En het is niet zozeer dat ze dat hele etui met hele inhoud meeneemt. Maar die legt ze ook op haar kamer neer, hè? Ja, met, ik hoef maar één keer alles mee te meenemen. Ja, even kijken wat je precies voor school moet hebben. Want misschien heb je niet alles voor school nodig. Ik weet ook niet of je dit zo op school kan, maar dan moet je maar even bekijken. En anders kan het allemaal op je bureau. Voor mijn juf mocht dat niet. Nee. Ik heb je stiekem meenemen. Een stiekem, ja. Dat kan misschien ook wel. Maar in ieder geval is hij voor op je bureau of op je eigen, bij je kaptafeltje. Die maken we op je bureau van, hè? Kijk, deze boek. Dit boekje heeft ze ook. Kan ze dus op haar kamer oefenen met schrijven in een mooie boekje. En hier zit ook een vakje. Ja, geheime. Tasje zit erbij. En kijk, daar kan ik eens inschrijven. Ja, daar kan je inschrijven. En ja. Ja, Luxie heeft die pen. Dat vindt ze heel mooi. En een tekenboek. Een heel mooi tekenboek. Want Lucilla houdt van tekenen. Dat is weer met die mooie patroontjes. Deze deze. Ja, met deze stiftachtige bij. Deze moet ik schrikken? Deze beker. Oké, 1, 2. Oeh, ik schrok. En deze. Die mooie beker. Zo. Met, ik hou een mooie beker. Met die broodrommel. Heel mooi. En dat is van mij. Die was van Lucilla. En nu Luan, jongen. Wat heb jij, kerel? Wat zit er in jouw tas? Ik heb hier zo'n hele mooie maandkalender. Maandkalender is dat? Hier de maand opschrijven. Ja. Het is nu toevallig augustus, dus we schrijven hierop. Ja. En dan kun je schrijven wat je op die dag gaat doen. Ja. En dit is voor wat je echt niet moet vergeten. Ja, notes. En er zit dan een leuke stift bij met magneetjes. Kijk, ik heb hem een klein beetje open gedaan. Oh ja. Dus die zet je op je kamer neer, hè? Ja, ik ga op mijn kamer hangen en kijk. Je kunt hem ophangen. Oh ja. Dus moet pap even schudden. Ja. Dan hebben we deze super mooie tas. Ja. Moet ik dat ook al eens laten zien wat hij heeft? Ja, mag je allemaal laten zien. Kijk. Nou, hier heb je nog een mooi vakje. Ja. Dat is niet zo'n cool ding, helaas. Maar nee. Dat is een klein vakje. Kun je je sleutel van je fiets of... Papa ook even. Ja, dat was ik vergeten te doen. Dus ga papa nog even doen. Ja. Ja. Hij heeft twee ritsen. Dat vind ik altijd wel leuk. Twee kanten openmaken. Ja, en hij heeft ook nog twee kanten. Ja. Zo. Dan. Ah, hier zit niks. Kijk, dit is zo'n hele leuke mooie tas. Ja. Gewoon heel erg normaal. Daar kun je briefjes in doen. Ja. En hier, daar zit nog een heel klein gaatje. Ja. Oh, daar kun je stiekem nog wat in doen. Stiekem. Snoepje. Snoepjes. Oh. Oh, wat heb ik gezegd? Ja. Dan doen we de andere vak open. Ja. Ah, kijk. Hier zit alles in. Kijk. Dit is een mat waar je al je huiswerkpapieren in kunt doen. Ja, Leon heeft altijd losse briefjes, hè? En die kan er nou in... heeft hij zelf bedacht dat hij dat dan daarin wil doen? Ja. Heel goed, jongen. Dus dat. Ja. Ja, deze mooie broodrommel. Broodrommel, past ook goed bij je tas. Met elastiek. Ja. En dan heb ik ook nog... geen broodrommeltje, maar een fruitrommel. Fruitbakje. En daar zitten ook meer in. Ja, meerdere bakjes. Kijk, ik laat wel eentje even zien. Kijk, dan zit daar ook nog weer één in. En dan zit daar ook weer nog één in. Ja. Dus dat is wel heel erg grappig. Ja. En dan heb ik nog deze supermooie beker. Ja, die is heel mooi. Ja. Blijft goed cool in. Ja. En deze ook. Dat was een lamp. En deze. Ja, die past weer bij je trommel. Dat vakje. Die doet mijn jas. Mooie stiften. Ja. En een mooie puntenslijper. Puntenslijper. Dat is een chilla, maar dan blauw. Ja. Dit is ook een squeezy. Ja, die maar heeft ook een draakje. Die is van Duan. Ja, het vond super lekker. Ja, heel lekker. Ja. En Luxie is al met haar tas aan het spelen. Ja, met de glittertas. Met de glittertas, ja. Hier, dit is een stapje met allemaal papier erop. Dan kun je allemaal dingetjes schrijven die je niet moet vergeten. Ja, heel goed. Hier, dit zijn paperclips. En waarvoor heb je die nodig dan? Dan kun je huiswerk bij elkaar houden. Oké. Okay. Dat is ook heel handig. Ja. Er zijn er 175, aha, dus daar kun je heel erg lang mee. Heel veel huiswerk. En dan heb ik hier ook nog een
in liniaal. Liniaal. Oh ja, ik kwam er even is ook een lastig woord. Liniaal. Ja. En dat is deze. En kijk, die kun je zo buigen. Wow, gaat die niet kapot? Nee, kijk. Echt niet? Dit is van rubber. Het is van rubber. Dit voelt heel gek. Heel grappig. Rubber. Ah. Even voelen. Gek, hè? Oh, ja. Dat is handig in jou. Een rubberen. Liniaal. Liniaal, bedankt. Oh, mooi, Luxie. Ja. Dan heb ik nog een heel leuk boekje. Kijk, met een elastiekje. Daar kun je dan inschrijven. Ja, een schrijfboekje. Ja. Ja. Okay. En ja, het duurt lang. Ja, we hebben nog wel even, joh. Ja. Hier, dit zijn vier potloodjes. Potloodjes, want daarmee kan je goed leren schrijven. En als je een fout hebt, kun je het uitgummen. En even twee tegelijk. Zo, dit is een inktpen. Vulpen noem je dat. Een vulpen. Een vulpen. Ja. En daar heb ik nog inkt erbij. Vulling mee. Schrijf je daar dan mee op school als je gaat schrijven? Dat zijn wat chicere pennen, zijn dat, hè? Ja, eigenlijk gebruik ik hem meer voor als ik wat wil schrijven in mijn boekje. Oh ja, dat kan ook. Want je krijgt volgens mij daar een vulpen. Krijg je een schoolvulpen? Nee, je krijgt volgens mij geen vulpen, dat is meer van vroeger. Oh, maar dan krijg je een pen, gewoon een pen. Oké, okay. Een schoolpen van de school? Een schoolpen, ja. Oké. Okay. Kijk, een pritstift. Ja, komt dat handig? Mm-hmm. Oh, ja, ga ik zo goed doen. Goed. Luxie zat hier met de schoen. Ja. En dan ben ik bijna klaar. Ja. Een hele mooie mini niet-machine. Oké. Okay. En dan, dit zijn plakkertjes. Even kijken hoe het heet. Sticky bookmarker. Weet je waarvoor dat is? Ja, kijk, dan kun je hem tussen je boek doen. Dan weet je nog waar je bent gebleven. Ja, super handig. Dus, ik leg het daar neer. Ja. Dat is handig. Ja. En dit zijn mini markers. Markers, ja. Dit zijn mini markers. En waar gebruik je dat dan voor? Als je iets wilt onderstrepen wat super belangrijk is. Ja, heel goed, dan jongen. Dan hoef je het niet helemaal snel door te zoeken. Ja, valt het goed op. Oh, maar dit is wel aardig. Want nog iets, wat dan? Een rekenmachine, Luan. Luan, ik zei, waarom wil jij een rekenmachine, jongen? Gewoon. Dus sommen snel uitrekenen. Ik weet niet of je vrouw dat goed gaat vinden, maar goed. Maar jij deed dat ook vroeger. Ja, dat ik heb een keer gezegd dat ik dat vroeger ook altijd deed. En nou zegt ze, ja, maar jij deed het ook. Dus kan ik eigenlijk niks van zeggen. Dus juffrouw, als je kijkt, hij heeft een rekenmachine. Nee, het is niet juffrouw, meester. Oh, meester. Oh ja, Luan heeft meesters. Ja, schat het, schatje. Ja, Luxie wil deze ook even laten zien. Ik heb deze leren schoentjes van Lucius ook meegenomen, hè? Die wil je laten zien. Dat is lief, schatje. Heel lief van jou. Ja, dus hij heeft een rekenmachine, meester. Dan weet mama, ik dat. Mama. Klaar. En anders neemt hij het gewoon weer terug mee naar huis. En dan kan hij hier met de rekenmachine sommen uitrekenen. Rondlopen. Ja, we gaan door. We gaan door, jongen. Ik heb een hele mooie blauwe kinderschaar. Schaar. Ik weet niet of die in de klas mag, maar in ieder geval voor op je bureau, op je kamer. Nee, nou, dat was nog van groep 4. Ja? Je had altijd een schaar en je mocht ook zelf je eigen schaar meenemen, want die heb je nodig voor op school. Oh, oké. Nou, top. Dus dat is wel. Dan heb je er één. Ja. En dan heb ik nog maar twee dingen. Ook de schietpen. We noemen het maar even een schietpen met een... Dit is eigenlijk zo'n elastiekje. Ja. Die kun je erop zetten. Of een foppen is het of zo, hè? Ja, een foppen, denk ik. Dan zeg je tegen Lucilla, moet je eens ruiken. Het ruikt heel lekker, die pen. Ik weet een balpen. Een balpen. Het is een balpen, ja. Dat is gewoon dat het... Een balpen, omdat er een balletje op zit. Ja, ja. Moet je doen bij de... Ja, maar moet je maar doen alsof je het niet weet. Dan zit je in de klas en dan zeg je... Echt doe je bij dat vriendje die naast je zit, als je de eerste keer in de klas komt. Ja, Liefie? Daar in de plant zo'n spin. Zit er in de plant een grote spin? Ja. Oh. Zag je dat? Ga eens even kijken. Waar zit de spin? Daar. Oeh, ja, daaronder zit inderdaad een lang... een langpoospin. Nou, die zit daar nog wel even lekker, denk ik. Nee. We gaan nog even verder met Luan, want volgens mij was het dat, jongen. Nou, één. En zo'n grote tas. Past heel wat in jouw tas, jongen. Kijk, dit is dus een mooie springpen met een mooie dop. Met de dop, ja. Dus de balpen. Ja, balpen. Ja, een balpen. Logisch. En dan het laatste.
een hele grote, vette, dikke gum. Gum. En die gum is ook heel handig, want daarmee kan je al je foutjes uitgummen. Ja. Dat is natuurlijk wel fijn. En we waren nog niet klaar. Oh. Dit hebben jullie gezien. Ja. En die andere vak. En dan heb je nog een vak. Ja. Kijk, dat is zo'n mooie handig, vak. Dit is super handig. Kijk, dat is super handig. Ja. Hier kun je dan je eten in doen. En hier, weet je wat, ook nog huiswerk. Ja. En dit is super handig. Dan zie je het in het donker. Oh ja. En dit is super lekker zacht. Ja, dus ik voelde ik het, ook. Ja, zie je bij jou ook. Wat grappig. Ja, ik kan je naam zetten. Nou, dan zijn jullie... Oh ja, dan kan je naam erbij schrijven. Dat was het. Zijn jullie goed geslaagd? Ja. Nee. Wat is het? Oh, is je andere veter ook los? Ik ga ze even strikken, liefie. Lucilla die gaat dus naar groep 3. En Luan gaat naar groep 5. Dat betekent dus dat Luan ook echt naar de bovenbouw gaat. En hij inderdaad een dag minder lang, een dag langer heeft dan Lucilla. Lucilla heeft 2 korte dagen en Luan heeft er straks maar eentje. En Lucilla die gaat echt leren rekenen, schrijven, lezen. Kan maar ik kan alleen blokletters. Ja, maar je gaat nu leren met lusjes te schrijven, dat je straks ook aan elkaar kan schrijven. Ja. En heeft ze ook echt allemaal je eigen tafeltje en je bureautje. Heb je ook laadjes op school nu in groep 3? Ja. Ja? Ja. En daar leggen jullie de spulletjes in, hè? Ik wou een keertje bij mijn klas kijken en daar zat een laadje. En daar zat een laadje in. En dan kan ik daar stiekem mijn crazy ding in zetten. Ik ben benieuwd. Nou, ze hebben in ieder geval dus hun schoolspulletjes. Heb je zin in groep 3? Ja. Ik heb heel veel zin in groep 3, hè? Want dan ben je echt al een grote. En waar zit jouw lokaal? Bij Luan. En in de klas zit je weer met je vriendinnetjes? Ja, alle zit weer met alle vriendinnetjes in de klas. Dus dat is ook heel leuk. Er zitten een paar nieuwe kindjes bij. Hè? De klas is wel een beetje gewisseld. Maar gelukkig ook wel bij de vriendinnetjes die ze al kennen natuurlijk vanuit groep 2. Ja. Dus dat wordt echt een grote meid, dit. En Luan natuurlijk ook. Want ja, die krijgt inderdaad echt huiswerk. Tenminste, hij zegt dat hij huiswerk krijgt. Ik weet niet of ik in groep 5 huiswerk had, maar... Ja, volgens mij krijg je dan wel huiswerk. Maar wat voor huiswerk dan? Hoe weet je dat dan? Nou, ik weet het niet meer. Volgens mij had mijn juf dat gezegd. Of is dat gewoon zo, dacht ik. Maar mam, kijk. Ja? Dit is een doolhof met zo'n balletje. Mam, even kijken. Nou, ik zie het. Ja. Kijk, dus, ik snap het. Je kunt doen alsof dat dus een spelletje is in de klas. Ja, en dan dus als hij dan komt, ik snap het. Hij is gewoon een spelletje, ja. En dan is hij weer weg. En dan komt de meester weer dan. Nee, het is gewoon een spelletje. Nee, een leuk spelletje. Daarvoor is dat. Oh, nee, echt. Leuk. Daarvoor, nee. Ik denk dat het daarvoor is. Maar voor het anders een spelletje op de achterkant. Ik vind het een grandioos idee. Niet zo leuk voor alle juffrouw's en meesters, maar... Hey, maar je moet wel echt goed leren rekenen, jongen. Want dan heb je alleen maar jezelf mee. Tenminste, dat zeiden ze vroeger altijd. Ja, dan heb je alleen maar jezelf mee. Mama is nog steeds geen groot rekenwonder. Komt misschien doordat ik altijd de rekenmachine heb gemaakt. Dus alle kinderen die kijken, netjes leren rekenen. Hè? Word zo goed als papa, want papa kan wel goed rekenen. Nou weet ik niet of papa ook zo kei was in rekenen vroeger op school. Maar het komt met de jaren, zeggen ze dan. Papa in ieder geval. Wat... 1000 + 2 miljard is. Weet papa dat? Dat is wel een hele grote som hoor. 1000 + 2 miljard. Volgens mij is het 2 miljard 1000. Ja. Heb je er nu wel een beetje zin in met al die nieuwe spulletjes en nieuwe outfits? Tuurlijk. Jawel hè? Dan begint het steeds dichterbij te komen hè? Ja. Ja, nog maar 3. Ja, 3 dagen, een weekend nog en maandag is het zover. Dan gaan ze naar school. Het is echt zover. Het is nog maandag. Het is nu vrijdag. En we hebben nu nog een weekend. Oh, sorry. Ik dacht dat mij nog vrijdag was. Ja. Nee. En Luxie, die gaat dan weer naar de peuterspeelzaal, hè? Ja. En nog een halfjaartje. En dan mag Luxie naar groep 1. Ja. Ja. En dan heeft ze al meteen een mooi schooltasje. Ja. Kijk, die staat hartstikke goed. En Luxie is heel groot geworden. Dan is Luxie heel groot. Jullie zijn allebei heel groot. Ja. Jullie worden zo groot, meisjes. Kijk ze nou staan. Mijn mooie poppenmeisjes. Hm? Nou, jongen. Zullen we eens even alle spulletjes naar jullie kamer brengen? Ja. Mam, ik ben 1 ding vergeten. Nietjes. Ja, dat is niet handig. Gaat lief papa nog wel. Ja. Ondertussen zijn de kinderen op hun kamer beland. Dit was ook nog van jou, jongen. Kijk eens. Ja. Ze zijn alle spulletjes even op hun kamer aan het neerzetten. Ja, ik ben natuurlijk weer bezig op mijn kamer om alles te doen. Ja. Ik heb alles even netjes een plek gegeven. Kijk,
zoals deze squeezy. Ja, ik denk een boekje neergelegd. Maar de rekenmachine die ga ik wel mee. Oh, ga je proberen? Maar je mag niet alleen met die rekenmachine, Lu. Nee, want daar heb je helemaal niks aan. Ik gebruik hem eigenlijk alleen maar voor spelletje. Oké. Nou, terwijl Lu al hier nog even lekker zijn prutsjes aan het uitpakken is, heeft Lucilla dat ook gedaan. Ja, leg maar even neer, want waar ga je dan tekenen? Waar ga jij... Kijk, hier liggen ook wel andere boekjes. Oh ja. Hier ook. Oké, en waar ga je altijd zitten als jij jouw huiswerkdingetjes doet, zoals Luan dat altijd noemt? Hier, want hier zitten ook boekjes. Ja, dit is haar kaptafeltje. Ja. Maar zoals jullie zien hangen hier ook al een tijdje briefjes op, want waarom is dat? Nou, Luan gaat me soms dat een beetje leren van groep 3. Luan die geeft jou soms les, hè? Net voordat ze gaan slapen mogen ze even samen spelen als het niet te laat is. En Luan heeft dit hier neergehangen, want hier staat... Je kan het, Lucilla. Wat heeft hij dat opgeschreven? Wat leuk. En, dat is dit. 6 jaar, 2021, Lucilla Bellinga. Dit is I. Ja, daar komt ze soms bij... wel door de war. Oh, ben je dat haar aan het leren al, jongen? Ja, ja. Kijk dan. Ze heeft al een hele voorsprong zo in groep 3. Ja, 75 net andersom als 56. Oh, die had ze verkeerd omgeschreven. Ja. Ah. Nee, die had ze verkeerd omgezegd. Oh, gezegd. Oh, aha. En hier, wat betekent dit? Nou, zij schrijft het altijd zo, maar het moet zo. Oh, ze schrijft de 3 verkeerd om. Ik snap hem. En 2. En de 2 schrijft ze verkeerd om. Ja. En de 9 schrijft ze verkeerd om. En de 8 is op zich wel goed. Ja, toch? Ja, maar kijk, zij, doet 2 bolletjes. Ja. En eigenlijk nee, is het... Nee, maar ik doe nu zo. Kijk, dan begin ik daar. Dan ga ik zo... Ja, hoe goed. Dat heb je al geleerd. Geleerd. Nee, wat goed. Maar soms ga ik ook met de 8 oefenen. Oh. Dan kan ik het beter. Heel goed. En wat zit er in die boekjes dan? Wat is dat dan? Kijk, hier krijg ik van Luan, kijk, tic-tac. Oh, heeft Luan dit met jou gedaan? Ja. Leuk hè jongens. En dit is rekenen. Met die sticker plakken. En rekenen. Heeft Luan ook al gedaan met Lucilla. En dan schrijft hij sommen op en dan moet jij het uitrekenen. En dan kijkt hij het na. Ja, en kijk, hier ga ik met Luan soms samen lezen. En hier moeten ze samen lezen. En dit is de stickers als ik het goed heb gedaan. Oh, wat lief. Echt super schattig. Heel leuk. Ja, Luan die vindt het heel erg leuk om iemand wat te leren. En aangezien Lucilla heel leergierig is, staat ze heel erg open voor dingen te leren van Luan. Dus dan zitten ze hier samen aan het bureautje en Luan is dan de meester. En Lucilla die luistert dan naar de meester en hij leert dus best wel goede dingen, al merk ik nu. Dus Lucilla heeft dankzij jou echt wel een voorsprong op school straks, Luan. Mm-hmm. Dan heeft ze al heel veel dingetjes die ze denken, oh ja, dat herken ik, had Luan me ook een keer verteld. Dat is het voordeel van een grote broer hebben. Ja. Die leert je al van alles. Ik vind die schoenen trouwens echt heel stoer, Lu. Ja. Moet ik nu eerlijk zeggen. Die vind jij ook zil, maar omdat mama had dat niet als eerste keus. Maar ze zijn toch wel leuk. Ze passen wel bij jou. Hm? Lekker opvallend. Ja. Ja. Hé, mam. Ja? Ik ga dit even uitpakken. Ja? En ik weet een heel leuk plekje waar papa hem dan kunt boren. Oké. Dus zo even dit erop plakken. Ja. Dat zijn namelijk magneetjes. Dat is grappig. Oh ja. Zat er nog bij. Oh, ja, en ja. Dit. Ja. Kijk, ik dacht... Hier. Daar. Ja. Of... Dat is wel een leuk plekje. Of dan kan ik... Want ik vind hier al leeg. Want kun je hier staan. En dan hier. Of daar. Nou, aangezien het allemaal een beetje van je bureau is, zou ik het toch gewoon bij je bureau houden. Ja? Dat is maar wat rustiger. Maar waar? Dus hier denk je? Ja, dat is wel een mooi plekje. Hier zo? Ja, daar ook boven, precies boven deze kast. Dat is misschien ook wel mooi. Precies hierboven. Ja, maar daar zo. Kan ik dan net niet bij. Oh nee, daar kan je dan niet bij. Nee. Ja. Kijk, ja. Hier. Ja. Ja, maar met mijn bartjes gaat het een beetje. Nee, dan kan je de bartjes daar. Dit is een beetje het type waar jij op valt, wou je zeggen. En dit is geverfd. Dat rood is ook geverfd. Oké. Okay. En dat blauw ook, maar dat... En wat is dit dan? Een masker! Oh, maskertje. Dat zeggen bijna alle mensen die heel zien. Wat is dat dan? Nee, dat is een maskertje. En waarom heeft hij masker op dan? Gewoon. Oh, dat is een badmaskertje. Ja, zo'n badmaskertje. Voor je leuk om te doen. Ja. Ja, dus als jullie afvragen waarom heeft hij daar die tekeningen van die meisjes hangen. Dat zijn zijn toekomstige vriendinnetjes, denk ik. Mama, ik heb ook die, kijk. Dus de leeftijd, jongens, mama, hè? Jongens en de leeftijd. Mama, laten we daarop houden. Ik heb die ook, die tekening. Oh, heb je die ook? Oh. Hm? Heb ik lekker verstopt. Oeh. Kijk, daar heeft zij ook allemaal spulletjes nog in liggen. In haar bureautje. Kijk, hier. Oh, ja. Kijk.
Kijk, die heb nu wel van mij gemaakt. Oh ja. Deze heb ik gemaakt. Ja. Deze. Mooi, liefie. Deze, dit. Ze tekenen vaak nog even voordat ze naar bed gaan. Ja, kijk, deze vind ik mooi. Ah, heel mooi. Deze met die jongen. En deze is Daniella. Ja. Kijk, die heb jij gemaakt. Die heb ik samen gemaakt, ja. En ik heb jou nagemaakt. Ja, heel mooi, liefie. Kijk dan, Luxie komt hier al aan van mama Lucius hulp. Heb jij hem al hierheen gerold? Ja. Wat lief, ik ga hem even voeden, hè. Heeft honger. Goed gedaan, schatje. Ja. Oh. Ja, had die mama kwijt. Ja. Ach, mama was hier, schatje. We gaan hem even voeden. Nou, ondertussen ook even Lucius voeden. En dan zit deze vlog er al bijna weer op vandaag, jongens. Hij gaat het nieuwe ritme van de nieuwe week weer beginnen. We hebben eerst natuurlijk nog ons heerlijke weekend. Waarin we niks op de planning hebben. En gewoon nog wat kraamvisite komt nog wat langs. Met ze gaan jullie vanzelf zien. Ja, ik kom je zo helpen. Goed, even Lucius voeden en dan kom ik jou weer helpen. Maar het ging ook allemaal hartstikke goed in de winkel. Lucius heeft gewoon weer lekker geslapen in de kinderwagen. En Lucilla en Luan en Luxie hebben ook heel goed meegeholpen. Van al dat shoppen was ik eigenlijk een beetje de boodschappen vergeten. Nou ja, ik was ze niet echt vergeten. Alleen, Lucius die begon wakker te worden. En ik kan natuurlijk midden in het winkelcentrum hem niet even eruit halen. En voeden en de luier verschonen met die andere kinderen om me heen. En de bagage die ik maar mee had. Dus ik dacht, pak alles maar weer in. En dat ga ik ook zo maken voor jou. En dan ga ik naar huis toe. Misschien dat Daniel vanmiddag nog eventjes alleen de boodschappen wil doen. Is net even wat makkelijker ook dan dat je met 4 kinderen de boodschappen probeert te doen. Dus vandaar dat Daniel nog even de boodschappen in huis haalt. Want we hadden eigenlijk niet echt meer iets in huis. Vanochtend ook niet met ontbijt laatste op. De vakantie is voorbij gevlogen. Kinderen hebben alle schoolspullen in huis. Nieuwe schooltas, schoolspulletjes en een nieuwe outfits voor back to school. Voor terug naar school te gaan. En we gaan nog even lekker genieten van het weekend. En dan gaan we maandag naar school. Het is een jongen. Ja. Ja, ik wou het laten zien in mijn slaapkamer. Oh. Kijk, er zaten van die plakstickertjes. Ja, er zaten van die plakstickertjes bij dat ding. Dus ik heb hem opgeplakt. Oh. Maar hij zat nu schuin, dus ik moest hem aan één kant eraf halen. Ja. Maar toen ging ik verf af en ik heb hem weer goed gedaan. Oh. Maar je ziet het niet, maar hij staat nu wel goed. Oké. Okay. Dus er zit nu een heel klein dingetje dat je het ziet dat het verf af is. Nou. Ik ben heel even Lucius aan het voeden en dan kom ik even kijken. Ik laat het even goed. Ja. Zo, ik ga het even laten zien. Want mama die heeft Lucius nu. Ja, hoor je mijn schoenen kraken? Komt omdat ze nog net nieuw zijn. Hier staat hij. Kijk eens hoe mooi. Staat mooi, hè? Ja, nou, ik moet daar niet weer afhalen. Ik heb aan 2 stickertjes boven gedaan. Eigenlijk 4, maar dan heb ik nog 2 reserve. Vandaar dat ik het zo heb gedaan. Maar hij staat daar mooi. Nou. Oh ja, en ik heb een vraagje. Is dit een speciale stift dat het niet gaat opdrogen? Want als je de stift lang erop laat, dan kun je het er niet meer afwissen. Dus dat vraag ik me af. Kijkers, als jullie het weten, laat even zien onder de reacties. En mam, als jij dit even terugziet, vraag dan even aan mij of dat gaat of niet. Nou, klaar. En ondertussen zijn de kinderen even lekker voor een Netflixje beland met een lekker knabbeltje erbij. Oh ja, wat ik ook nog mee heb genomen zijn deze knutselpakketjes van de HEMA. Vind ik altijd fijn om wat knutselspulletjes in huis te hebben. Vooral straks voor Luxie. Want als Leon en Lucilla weer 5 dagen naar school zijn, heb ik natuurlijk Luxie ook vrij veel overdag. En ik vind het dan heerlijk om met haar lekker op haar niveau te knutselen. En deze pakketjes vind ik dan altijd leuk om met haar te kunnen doen. Kijk, dit prikken bijvoorbeeld. En dit is een beetje deers verven. Ook nog een verfwerkje. En dit is een mozaïek. Dingetje maken, puzzeltjes, kleidingetjes. Dit is een strijkkralentaart, dat vond ik ook wel grappig. En dan hebben we ook weer wat leuke dingetjes voor Luxie in huis om te knutselen. Ik zit zo te denken, vinden jullie het leuk als ik wat leuke video's maak weer met Luxie van dit soort leuke knutselspul, zeg maar. Want dat is natuurlijk, uiteraard vlog ik het, zou het wel gewoon in de vlog voorbij komen. Maar misschien ook wel leuk om eens een keer weer een speelknutselvideootje of zo met Luxie te maken. Als jullie leuke suggesties hebben of ideetjes. Of je hebt zoiets van, ja, leuk. Gaat het wat leuk knutselen. Voor samen met Luxie. Wat ik dan op haar kanaaltje kan zetten. Is natuurlijk wel, tenminste ik vind het heel leuk.
om dat ook weer eens een keertje op te pakken. Dus wellicht dat ik een apart videootje ervan ga maken als ik voor de zijn tijd eraan toe kom hoor. Want ik heb natuurlijk ook nog Luusjes om me heen en de andere kinderen om me heen. Dus ik beloof bij deze, ik beloof niks. Maar wellicht is het leuk om ook van deze knutseldingetjes weer eens een keer een apart luxe videootje te maken. Nogmaals, we hebben geen vaste upload rooster tijden van de kinderkanalen. Die zijn gewoon een beetje als extra erbij. Als we er zin in een tijd, vooral tijd voor mij dan, en ruimte voor hebben om te maken. Luan, die heeft in vakantie best wel wat videootjes gemaakt in de vorm van weekvlogs. En dat slapen in de caravan en zo. Maar hij gaat zo meteen ook weer gewoon lekker naar school. En ik wil ook echt dat hij ook even weer de focus heeft op zijn school en op de nieuwe klas. Of niet nieuwe klas, nieuwe groep. En ja, ik weet niet natuurlijk wat voor huiswerk helemaal gaat meekrijgen. Maar dat is natuurlijk wel even prioriteit. En dat geldt ook voor Lucilla. Ik weet niet hoe het dan straks weer op school gaat. Volgens mij voor Lucilla nog niet heel veel video's. Volgens mij zijn er 2 video's in de zomervakantie die ik met haar daarop heb gemaakt. Samen met Luxie, die hap en proef. En die LOL glitter uitpakken, wat niet helemaal goed ging. Maar wellicht dat ik dat wel weer een keer kan oppakken. Misschien leuk voor een woensdagmiddag of zo. Als ik Lucilla, of vrijdagmiddag als Lucilla alleen thuis heb. Als Luan nog naar school moet. En voor Luxie geldt hetzelfde. Ook haar kanaal staan nog niet echt heel veel video's op. Sinds we zijn verhuisd. Omdat ik gewoon natuurlijk en zwanger was. En gewoon druk was met verhuizen. En nu met Lucius. En wellicht is het wel weer leuk om dat weer een keertje op te gaan pakken als ik daar de tijd en ruimte voor heb. Maar goed, nogmaals, abonneer even op die kanalen als je dat leuk vindt om die kindervideo's te zien. Als je dan bent geabonneerd, krijg je namelijk een melding als je dat belletje aanzet. Op het moment dat ik daar een video in upload. En zo blijf je altijd op de hoogte als er dan een videootje online staat. Van hey, er staat een video online, aangezien ik daar geen vaste uploadtijden voor heb of zo. Ik denk, ik gooi het nog even in de app. Sorry, ik app ook wel eens, maar... Ik gooi het niet in de app, maar gooi het even in de vlog voor jullie, of in de groep, in de vlog op dit moment. Dat we dus inderdaad met de kinderkanalen niet heel veel nu nog op de planning hebben staan. Ja, als Luan weer een video wil maken, is hier vrij om er weer een videootje voor te maken. Maar goed, eerst maar eens eventjes weer zien hoe straks het hele nieuwe schoolrippen gaat. Even boodschap halen. Ik ben weer eens even langs een ander dorp gereden. Wel dezelfde producten, maar toch alles weer net ergens anders staan. Waar je gewend bent. Maar zorg dat we alle groenten, van de groente en fruit en alle kleurtjes meenemen, zo graag. Ja. Lekker deze pakketten mee. Het zijn die verse pakketten. Ideaal, groene curry. Mexicaanse wraps. Curry madras. Lekkere salades en fruit. Nou, take my time. Nou, en alles op de band en nu in de tas. En tadaa, het past precies in elkaar. Nu in de auto en terug naar huis. Nou, en dan weer even de bom de auto volgooien. Dan zijn we helemaal klaar. Wij gaan lekker eten. Vond je het nou een leuke vlog? Doe even de... Dankjewel. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. We zien je morgen in een nieuwe vlog. Tot morgen. Dankjewel. Doei. Voeg je hart, zwom mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, zwom mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boom, 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 mee. Dans mee en blijf niet staan.